Hallo, welkom bij lesvideo nummer 7 ondertussen. In deze les Nederlands voor 5AVV stel ik jullie graag weer een schrijversportret voor, al voegen we daar deze keer ook twee kunststromingen aan toe. Als je de planning hebt gevolgd, dan heb je normaal gezien al een en ander opgestoken in verband met deze twee stromingen. Ik zal me dan ook beperken tot een elementair overzicht van de kenmerken hiervan. Waar ik dieper op wil ingaan, is op het schrijversportret zelf. Vandaag staat er namelijk een belangrijke figuur uit de dichtkunst van de vorige eeuw centraal. We hebben het over niemand minder dan Paul van Ostaijen, een icoon van de interbellumpoëzie in ons taalgebied. Ik hoop trouwens dat je weet wat het interbellum betekent, maar dat merk ik wel in het Google-form dat je na deze les kunt invullen. Veel succes daarmee! Maar laten we eerst maar eens van start gaan met de twee stromingen. Om het met Van Ostaijen zelf te zeggen, ik wil bloot zijn en beginnen. Dan zal ik jullie de creatieve lesaanpak die daar rond zou kunnen ontstaan, toch maar besparen. De eerste stroming die we vandaag bespreken is het Dadaïsme. Zoals jullie konden lezen, begint veel, zo niet alles, van de dadaïstische beweging bij Marcel Duchamp. We katapulteren onszelf terug naar 1913. En we zien hem gniffelend kijken naar zijn fietswiel op een tabouret. Het werk werd echter nooit op een expositie gepresenteerd, aangezien hij het uitsluitend voor zijn eigen plezier had gemaakt. 3 jaar later, het is dan 1916... bevinden we ons ineens in Café Voltaire in Zurich. We zitten het glas te heffen samen met een groep kunstenaars die zich verzameld hebben rond de Roemeense dichter Tristan Tzara of Tristan Tzara. We vieren, samen gezellig, dat ze gestart zijn met de verspreiding van hun manifesten onder de willekeurig gekozen naam Dada, wat het Franse woord voor speelgoedpaardje of hobbelpaardje zou zijn. Een kinderachtige, spottende naam voor een infantiele, ironische beweging. Een jaar later krijgt deze Zurichse groep een verzoek tot toenadering van over de grote plas. Marcel Duchamp had ondertussen de oversteek gemaakt naar New York en had er aansluiting gevonden bij fotograaf Alfred Stieglitz. Samen met enkele andere kunstenaars wilden ze de handen in elkaar slaan met de Zurichse dadaïsten. In 1917 kwam de beweging dan echt van de grond. Het dadaïsme was geboren. In de daaropvolgende jaren, de jaren na de Eerste Wereldoorlog dus, verspreidde de beweging zich vanuit Zurich over West-Europa naar Berlijn, Keulen en Parijs. In Keulen onderhield de Zurichse groep contacten met de sterke dadaïst en latere surrealist Max Ernst. In Parijs nam men aanvankelijk de literatuur als uitgangspunt, met André Breton als voorman, die ook belangrijk zou worden voor het surrealisme. Paul Éluard en Louis Aragon waren belangrijke medespelers tot Breton zich in 1924 afscheurde met zijn premier manifeste du surrealisme en dus een heel andere weg insloeg. Dichter bij huis hebben we Theo van Doesburg, die in Nederland het tijdschrift Wat is Dada uitgaf en een heuse Dada-tournee of Dada-veldtocht uitvoerde. Nog dichter bij huis, en uiteraard moesten we daar wel bij uitkomen, is er Paul van Ostaijen. Maar daarover later meer. Wat zijn nu de belangrijkste kenmerken van het dadaïsme? Wel, eerst en vooral hebben we het idee van de absolute artistieke vrijheid. Dit nam anarchistische vormen aan, want dadaïstische kunst wordt ook wel antikunst genoemd. Daarnaast is er ook een herwaardering van het irrationele. Dat betekent dus dat er zo weinig mogelijk rationeel wordt nagedacht en dat men vooral vanuit primaire gevoelens en instincten probeert te vertrekken. Ook het gebruik van banale motieven en materialen is kenmerkend, net als de vervreemdende combinatie van woord en beeld. Tot slot is er ook sprake van humor en ironie, vooral in de dichtkunst dan. Welke kunstvormen ging men dan gebruiken? Wel, er werden heel wat collages gemaakt en ook assemblage was populair. Denk daarbij aan de begrippen objet trouvé of ready-made, die je ongetwijfeld al in een ander vak hebt horen opduiken. Als we dan naar de dichtkunst kijken, want we zouden bijna vergeten dat we nog steeds met het vak Nederlands bezig zijn, dan merken we dat er nonsensgedichten werden gemaakt die puur gericht waren op klankuitingen. En dat doet je misschien nog ergens denken aan de Cobra-beweging uit de jaren 50. Wel, daar gaat dat inderdaad opnieuw opduiken en daar keert dat terug voor een deel. Ook typografische experimenten, zoals we bij Van Ostaijen zullen zien, komen aan bod. Tot slot vermeld ik nog graag de simultaangedichten waarbij verschillende mensen tegelijkertijd door elkaar poëzie voordroegen en bruïïstische gedichten, waarbij er op de achtergrond van de voordracht kabaal werd gemaakt. De tweede stroming die we bespreken is het expressionisme. Die tweede stroming die situeert zich ongeveer in dezelfde periode. Wanneer we het expressionisme bespreken, dan kijken we vooral naar de vroege 20e eeuw, ongeveer vanaf 1905. In tegenstelling tot het dadaïsme dat we zo net bespraken, zal ik deze keer meteen beginnen met enkele kenmerken. Eerst en vooral kijken we naar het woord zelf. Expressionisme. Waaruit we kunnen afleiden dat het over een naar buiten brengen of uitdrukken van gevoelens gaat. Het gaat om een persoonlijke, onderbewuste reactie van de kunstenaar op zijn omgeving, waarbij die reactie tot kunstwerk wordt gemaakt. Hiermee zet het expressionisme zich af tegen het impressionisme, waarbij vooral de zintuiglijk ervaren werkelijkheid werd weergegeven. De band met die werkelijkheid vervaagt in het expressionisme, waardoor nieuwe, niet eerder voorstelbare vormen mogelijk worden. Hoewel men in het expressionisme stelt dat de stroming geen wetten heeft en dat niemand het recht heeft om wetten op te leggen, kunnen we toch een paar grote lijnen ontdekken. Die vond je trouwens al terug in vraag 9 in je boek. Niet-realistische, felle en onvermengde kleuren en felle contrasten, overdreven mimiek en gestiek, onmenselijke gezichten, geen details, vage lijnen, onnatuurlijke vormen, geen vaste contouren, uitvergroot perspectief, willekeurige verhoudingen, enzovoort. Al deze middelen werden gebruikt door kunstenaars om hun emoties en ideeën te tonen, zonder rekening te moeten houden met de beperkingen van de natuurlijke verhoudingen. Wanneer we het hebben over het expressionisme in de beeldende kunst, dan denken we aan namen als Edvard Munch, Vassili Kandinsky en Der Blauwe Reiter, Egon Schiele, Amedeo Modigliani en nog heel wat andere grootheden. In de muziek noemen we Arnold Schoenberg in één adem met het expressionisme, meer bepaald omwille van zijn 12-toonstechniek of dodecafonie. Maar wat de literatuur betreft, is het een ander verhaal. Daar hebben we niet meteen de grote bekende namen in die beginperiode. Om de sfeer op te snuiven die heerste toen het expressionisme ontstond, moeten we onszelf opnieuw even terugflitsen in de tijd en in de ruimte. We bevinden ons plots in het Duitsland van de eerste jaren van de 20e eeuw. Samen met onze vrienden en vriendinnen van de jonge Duitse generatie protesteren we tegen de verstarde burgerij, tegen het kapitalisme, tegen het imperialisme, tegen het nationalisme en tegen de industrialisering en mechanisering van het leven. We hebben het gevoel dat het einde van de wereld dichterbij is dan ooit en we zijn bang. We zijn bang voor de razendsnelle veranderingen die de moderne beschaving met zich meebrengt. Voeg daar dan nog eens de rampzalige ervaringen van de Eerste Wereldoorlog aan toe en je merkt, er is weinig reden om hoopvol te zijn. Maar hoe vertalen we dit nu in onze literatuur, is de vraag. En een andere vraag, welke vorm van literatuur gaan we daarvoor kiezen? Wel, de eerste fase van het Duits expressionisme koos vooral voor de dichtkunst, de lyriek. Op agressieve wijze laten de Duitse dichters het razende leven in hun literatuur, in hun gedichten, binnenstormen. Ze beschrijven op uitdagende en op enigszins zakelijke, een droge manier onderwerpen als dood, verval, waanzin, zelfdoding, verrotting, executies en het lijden van de gebroken mens. Maar achter deze beschrijvingen verschuilt zich een verlangen naar revolutie, naar een vernieuwde, individualistische menselijkheid. Veel Duitse dichters waren trouwens ook radicaal pacifistisch na de ingrijpende ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog. Sommige dichters, zoals Georg Trakl, stierven tijdens deze oorlog. In de tweede fase van het Duits expressionisme, meer bepaald vanaf 1915, koos men vooral voor het theater als uitingsvorm. De vroege Bertolt Brecht, een grote naam in de toneelgeschiedenis en een sterk politiek geëngageerd auteur, komt hier al in beeld. Het expressionisme in de poëzie is verantwoordelijk voor de intrede van het vrij vers. Als we nu zeggen dat gedichten niet hoeven te rijmen en dat er zoiets als dichterlijke vrijheid bestaat, dan hebben we dat te danken aan de vernieuwingen uit de vroege 20e eeuw. Binnen het expressionisme onderscheiden we twee soorten. Enerzijds is er het humanitair expressionisme, waarbij de betekenis van het literaire werk voor de gemeenschap centraal staat. En anderzijds hebben we het organisch expressionisme, waarbij het in de eerste plaats gaat om de verwevenheid van inhoud en vorm en het op zichzelf staande karakter van het werk, los van de maker ervan. Deze onderverdeling, met de bijhorende termen, hebben we te danken aan, jazeker, Paul van Ostaijen. Deze Belgische dichter is dan ook de allerbelangrijkste persoon voor het expressionisme in de Nederlandstalige literatuur. Hoog tijd om onze blik in zijn richting te verschuiven en duidelijk in te zoomen op de enige echte PVO, op zotpolken, op Paul van Ostaijen. De schrijver die ik vandaag met jullie bespreek is Paul van Ostaijen. We beginnen met het auteurskadertje in jullie handboek. Let op, dit kadertje kent inhoudelijk en qua taalgebruik heel wat beperkingen. Gelukkig hebben de makers van je boek dat deze keer ook zelf door. Ze schrijven het in vraag 12. Het auteurskader van of over Paul van Ostaijen is een voorbeeld van hoe je met moeilijke woorden en jargon een tekst samenstelt die de lezer nauwelijks informatie geeft. In plaats van jullie naar het bijhorende interview met Claude Blondel te laten luisteren, zal ik jullie een en ander vertellen over dit genie, maar laten we eerst toch maar eens lezen wat het kadertje ons vertelt. Paul van Ostaijen wordt op 22 februari 1896 geboren in Antwerpen. In 1916 debuteert de dandy met Music Hall, een bundel die gezien wordt als het begin van de moderne Vlaamse poëzie. Centraal staat het mondaine leven dat hij leidt om zich af te zetten tegen de burgerlijke ennui. In 1918 wijkt van Ostaijen uit naar Berlijn, waar hij midden in de dadaïstische revolutie terechtkomt. Hij geeft er de heersende muzikale scène een vertaling in zijn concrete poëzie en de ritmische typografie van zijn gedichten. Voilà, als je hier niet zoveel van begrepen hebt, dan is dat niet erg, want we gaan het nu helemaal omgooien. Boem! Paukenslag. Voilà, ik heb het gezegd. En daarmee is in het collectieve geheugen de kous al min of meer af als het over Paul van Ostaijen gaat. Maar, lieve kindertjes, daar aan de andere kant van het scherm, over Paul van Ostaijen valt zoveel meer te vertellen. Ik schets dan ook met veel plezier en met het nodige enthousiasme zijn schrijversportret. Leopold Andreas, of kortweg Paul van Ostaijen, is inderdaad geboren in Antwerpen op 22 februari 1896. En wel als kind van een Nederlandse vader en een Vlaamse moeder. Aanvankelijk heeft hij dan ook de Nederlandse nationaliteit, maar op zijn 22e komt daar de Belgische nationaliteit bij. Hij gaat trouwens ook in België, meer bepaald in Antwerpen zelf, naar school. In de middelbare school staat hij bekend als enfant terrible. Tegenwoordig kleven we daar het etiket van ADHD of concentratiestoornis op, maar vroeger noemde men dat dus nog gewoon een lastig kind of een enfant terrible. Nadat hij van de katholieke school was gestuurd wegens het bezitten en verspreiden van zogenaamd verboden literatuur, ging hij naar het Atheneum. Daar sloot hij zich aan bij de Vlaams Gebond, een groepering van Vlaamsgezinde leerlingen. Ook van het Atheneum werd de jonge van Ostaijen weggestuurd in 1913, waarna hij enkele maanden later aan de slag ging als klerk op het stadhuis van Antwerpen. Dat is iemand die de schriftelijke jobjes op zich neemt enzovoort. Hij koos hier een extra vroege shift, waardoor hij vanaf 13:30 in de namiddag de rest van de dag vrij had. Wat deed de dandy Paul van Ostaijen met deze vrije tijd? Wel, eerst en vooral is het de moeite om het woord dandy even toe te lichten. Dit betekent ongeveer hetzelfde en wordt vaak in combinatie gebruikt met het uit het Frans overgenomen woord flâneur. Een dandy of flâneur hield ervan om zich deftig te kleden, met een enigszins ouderwetse smaak, om vervolgens door de straten van de stad en in de buurt van belangrijke culturele plekken, zoals chique etablissementen en musichalls, te paraderen. Het doel van deze activiteit en de kledingkeuze was dubbel. Enerzijds wilde een dandy, een flâneur, opgaan in het stadsbeeld, er actief deel van uitmaken en voor zichzelf dus ook dat stedelijke gevoel oproepen. Anderzijds wilde de dandy flâneur natuurlijk ook gezien worden en in een soort van stedelijke aandacht komen. Daarbij hield iemand als van Ostaijen ook van het drukke, vlugge, vluchtige leven van de stad dat hij actief opzocht in de musichalls van Antwerpen. Hier genoot hij van het sociale contact, van de jazz uit die tijd en van cocaïne. Van Ostaijen was een fervent gebruiker van deze drug, had ook een eigen leverancier en gebruikte het om volledig op te gaan in het flitsende van de stad en van de jazz. Terwijl hij in deze periode, en we zitten nog altijd in 1913, onderdak vindt bij zijn eigen familie, raakt hij bevriend met enkele andere kunstenaars. Paul Joostens en Floris Jespers waren kunstschilders. Oscar Jespers, broer van, was een beeldhouwer en Jeff van Hoof was een componist. Samen vormden zij vanaf 1916 het artistieke genootschap Bond zonder verzegeld papier, met een eigen uitgeverij, namelijk Het Signaal. In het ouderlijke landhuis schreef van Ostaijen zijn eerste gedichten, waaronder hoogstwaarschijnlijk ook het overbekende kinderversje Mark groet 's morgens de dingen. Dag ventje, met de fiets, op de vaas met de bloem, ploem ploem. Dag stoel, naast de tafel. Dag brood op de tafel. Dag visserke vis met de pijp. En dag visserke vis met de pet. Pet en pijp. Van het visserke vis. Goeiedag. Dag vis. Dag lieve vis. Dag klein visselijn mijn. Hoor je dit gedicht nu liever in een alternatieve versie? Dan kan je hieronder klikken in de beschrijving van deze video. Wanneer de oorlog uitbreekt, de Eerste Wereldoorlog, vlucht Paul van Ostaijen samen met zijn broer Constant naar Antwerpen. Daar verkent hij het nachtleven en wordt hij een bekendheid onder de kunstenaars, intellectuelen en bohemiens. Hij werd de Lord in het machtige grauwe Antwerpen genoemd. Zeker wanneer hij zich op een ouderwetse Engelse manier ging kleden na het zien van een Engelse film. Een andere bijnaam werd dan ook meneer 1830. Tegenwoordig wordt uitgesproken flamingantisme vooral in verband gebracht met een rechts- en conservatief gedachtegoed. Dat is onder andere het gevolg van de rol van deze beweging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is dan ook enigszins verbazend, en het lijkt misschien tegenstrijdig, om te zeggen dat Paul van Ostaijen een links-progressieve flamingant was. Hij schreef tijdens de Eerste Wereldoorlog anonieme stukken voor de activistische Vlaamse Courant. In de nasleep van de oorlog werd hij in 1920 veroordeeld tot een geldboete en een gevangenisstraf van 8 maanden. Tijdens de laatste maanden van de oorlog had hij ook al een gevangenisstraf van 3 maanden gekregen, omdat hij de Fransgezinde kardinaal Mercier had uitgefloten tijdens een betoging. Omdat er toen nog een Duits bestuur was dat eerder de Vlaamse kant koos, hoefde hij toen niet de cel in. Deze keer echter vluchtte hij naar Berlijn om aan zijn vervolging te ontkomen. Deze periode wordt zijn Berlijnse ballingschap genoemd. Tijdens deze periode schreef van Ostaijen zijn bundels Bezette Stad, waarin we het 5-delige gedicht Music Hall met de bekende openingswoorden boem, paukenslag terugvinden, en de bundel De feesten van angst en pijn. De bundel Bezette stad werd gepubliceerd in 1921, toen van Ostaijen terugkeerde naar België en amnestie kreeg. Hij was toen 25 jaar. De gedichten in deze bundel staan in het teken van de Duitse bezetting van Antwerpen. Samen met Oscar Jespers, weet je nog wel, die beeldhouwer, was trouwens ook een grafisch vormgever, bereikte van Ostaijen in deze bundel zijn ritmische typografie, een experimentele techniek waarbij woorden soms in de vorm van de inhoud van het gedicht staan, zoals bij het gedicht Zeppelin. Deze vorm van de ritmische typografie heet illustratieve typografie en werd al gebruikt door Apollinaire. Van Ostaijen volgde hiermee het idee van Jespers, maar was zelf eerder liefhebber van expressieve typografie. Hierbij wordt met de vorm van woorden niet verwezen naar de werkelijkheid, zoals bij die Zeppelin, maar wel naar het gevoel, de expressieve lading van een woord. Ook in 1921 werd de bundel De feesten van angst en pijn uitgebracht, maar wel slechts in een oplage van 1 exemplaar. Het zou tot 2006 duren vooraleer er een versie met een grotere oplage gepubliceerd werd. Hierin werd kleurdruk gebruikt, omdat Van Ostaijen de link tussen kleur en woord van belang achtte voor een groter effect. Trouwens, ook in deze periode, 1920-1921, schreef Paul van Ostaijen een filmscript. De titel was De Bankroet Jazz, maar het scenario werd pas na zijn dood gepubliceerd. Het is waarschijnlijk het eerste overgeleverde filmscenario in de Nederlandse taal en tegelijkertijd het eerste volwaardig dadaïstische script ter wereld. In 2008 werd het bewerkt tot een korte speelfilm. Je kan een fragment bekijken via de link hieronder. De prijs die Van Ostaijen voor amnestie moest betalen was dienstplicht. Die vervulde hij in Duitsland, waar hij onder andere in een drukkerij werkte. In 1925 opende hij in Brussel een kunstgalerie, maar die werd al na een jaar opgedoekt. In de slotfase van zijn leven pleitte Van Ostaijen voor poëzie pure, of zuivere lyriek. Pure klankpoëzie zonder bijbedoelingen, zonder link met de werkelijkheid of met de gevoelens van de dichter. Een bekend voorbeeld daarvan vind je in je boek op pagina 167. Ik lees het gedicht Melopee even voor. Melopee voor Gaston Burses. Onder de maan schuift de lange rivier. Over de lange rivier schuift moede de maan. Onder de maan, op de lange rivier, schuift de kano naar zee. Langs het hoogriet, langs de laagwei, schuift de kano naar zee. Schuift met de schuivende maan de kano naar zee. Zo zijn ze gezellen naar zee, de kano, de maan en de man. Waarom schuiven de maan en de man gedwee naar de zee? Als je aan de graslei of de korenlei zit, dan kan je dit gedicht trouwens ook terugvinden, heel passend aan de waterkant. Nog in zijn laatste levensjaren leed Van Ostaijen aan tuberculose. Hij overleed op 18 maart 1928 op 32-jarige leeftijd. Een van zijn laatst bekende citaten is: "Ik ben 32 haast en ben nog niet getrouwd. Zal ik dan op alle punten een toonbeeld moeten zijn van de integriteit eens kunstenaars? Zal ik dan in alle vlakken van de kunst de eerste prijs halen?" Hij werd begraven in Miavois-en-Thée, maar in 1952 werden zijn stoffelijke resten overgebracht naar het Schoonselhof in Antwerpen. Zo, en dit is wat ik vandaag te vertellen had. Het is de langste videoles geworden tot nu toe, maar ter compensatie voeg ik hier geen videovertelement aan toe. Niet dat jullie dat misschien al bekeken hebben bij de vorige video's, maar toch. Het Google Form moet je wel nog invullen. Je had misschien gedacht van niet, maar er komt er wel nog eentje. Zorg ook dat je alle woordenschat begrijpt. Niet altijd even eenvoudig in deze les, ik weet het. Maar dat is bewust, want er is niet al te veel woordenschat in andere lessen. En dan zien we elkaar volgende week terug. Geniet van het verlengde weekend. Draag zorg voor jezelf, voor elkaar. En tot dan.